arbeidsmarkt andersom. Er is een brede beweging van start gegaan. Eén die de arbeidsmarkt anders en beter maakt. Vraaggericht en talentgericht. Oftewel, arbeidsmarkt andersom. Op 15 juni was de bestuurlijke kick-off. Arbeidsmarkt andersom staat eigenlijk voor een andere aanpak. Veel meer vraaggericht, talentgericht. Waarbij de behoefte vanuit het bedrijfsleven centraal staat voor ons arbeidsmarktbeleid. Nieuw is dat we de partijen die bezig zijn met arbeidsmarktbeleid bij elkaar hebben gebracht. Zeg maar in één integrale setting. Omdat die arbeidsmarktopgave zo groot is dat we die als gemeente afzonderlijk of als UWV niet alleen geklaard krijgen. Arbeidsmarkt andersom is een quattro helix samenwerking. Van bedrijfsleven, overheden, UWV, onderwijsinstellingen en, niet te vergeten, de burger. We gaan het doen door een centrale arbeidsmarktgestuurde agenda te maken. En dan gaan we een aantal grote projecten draaien. Netcar is daar één van. VDL Netcar is echt een heel mooi voorbeeld, maar ook een hele goede casus. Ze hebben 1500 mensen nodig. Het VDL Netcar project biedt een sluitende aanpak die ervoor zorgt dat mensen niet tussen de wal en het schip vallen. Zelfs als iemand niet in aanmerking komt voor VDL Netcar, kunnen we ze oppakken en een ander traject inzetten. VDL Netcar is een grote werkgever. Maar Zuid-Limburg barst natuurlijk vooral van de MKB-bedrijven. Dan zie je dat daar toch iets andere problemen spelen bijvoorbeeld en ook een iets andere werkelijkheid dan bijvoorbeeld dat VDL Netcar. De match tussen vraag en aanbod, waarvan we met z'n allen eigenlijk concluderen dat die er gewoon op dit moment niet is of niet goed is. Maar dat gaat verder dan alleen je vraag en alleen je aanbod. Beide zit gewoon een hele wereld achter. Het Mobility & Talent Center gaat vraag en aanbod via werkpools beter op elkaar afstemmen. Van ondernemers en werkzoekenden wordt een actieve houding gevraagd. Voor ondernemers betekent dat ze zich openstellen voor deze aanpak. Dat ze ook accepteren dat er ook mensen zijn die net nog niet helemaal klaar zijn voor een plek in de arbeidssector. En daar ook een maatschappelijke bijdrage aan leveren. En dan helpt de overheid daarin. Voor werkzoekenden met een uitkering betekent dat ze actief moeten deelnemen. En dan zorgen wij met elkaar voor een heel facilitair pakket daaronder mee. En dat doen we met elkaar. En dat is de kracht van dit hele nieuwe spel.